Hey It! Hi, goeie! Hi jongens, welkom weer bij een Naaie Chill React. Het is natuurlijk ik gast, altijd naai, tijd voor viewwork. Dit hier mooi, we net zelf meer viewwork afstekken, dus... We gaan maar op YouTube naar viewwork zijn! Yay! Kajske, hast van vuurwerk? Nee, bietje. Ik kijk net meer. Net meer. Maar, er is wel een hele leuke pluimpraat maken over viewwork, check die even. Oh echt? Hey! Gaan we zien. En daarom zijn wij No Shen. Nou, het meest spectaculaire viewwerk was het ooit in de mission. Oh my god. 3, 2, 1, let's go! Hey, welkom bij een nieuwe video. Op 31 december is het weer zover. Oudejaarsavond. De meeste mensen vieren dit samen met familie en natuurlijk lekker eten. Een heleboel mensen kijken het hele jaar uit om 's nachts het vuurwerk te gaan bekijken. Vandaag heb ik dus een lijstje gemaakt met het meest ongelofelijke vuurwerk dat ik kon vinden. Nummer 10. Nummer 10. Let's go. Als het gaat om de meest ongelofelijke vuurwerkshows, behoort de Verenigde Arabische Emiraten zeker op deze lijst. Ieder jaar tijdens Oudejaarsavond wordt er in Dubai een vuurwerkshow gegeven vanaf de Burj Khalifa. Zoals je misschien al wist, is de Burj Khalifa 's werelds hoogste gebouw met een hoogte van 828 meter. Burj Khalifa? Voor deze gebeurtenis verzamelden honderden duizenden mensen zich rondom het centrum om het vuurwerkspectakel te bekijken. Voor ongeveer 9 minuten lang. Oh, dat is wel episch. Oeh. Maar ik wil eng of zo. Ja. Dan valt het echt zo op die del. Op die. Ja. ...te zien op het gebouw die de mensen een gelukkig nieuwjaar wensden. Het plannen van deze prachtige vuurwerkshow zou ze ongeveer 160 uur in 4 weken tijd hebben gekost. En als het al niet genoeg was, besloten ze om een spectaculaire fonteinshow erbij toe te voegen. Ja, dat is leuk. Nummer 9. 9. Stairway to Heaven is de naam voor het vuurwerk in de vorm van een ladder. Het vuurwerk was gecreëerd door de Chinese kunstenaar Kai Kwa. Hoe maken ze dit? Ja, ik snap sowieso net hoe we het vuurwerk maken. Hoe? De ladder werd vastgemaakt aan een hete luchtballon en was een ongelofelijke 503 meter lang en 5,5 meter. Oh, het is een echte ladder dus. De luchtballon met het vuurwerk werd voor de kust via het een luchtballon. Ja, wow. Vele mensen dachten in eerste instantie dat dit vuurwerk digitaal gemaakt was met een computer. Maar nee, dit is dus echt. De reden waarom hij de ladder had gecreëerd was om zijn grootmoeder te bedanken, die de enige persoon in zijn leven was die hem ondersteunde met zijn droom. Wat leuk. Maar dit was niet zijn enige werk. Love, zie grootmoeder. Hij had ook een vuurwerkshow ontworpen voor de Olympische Spelen van Peking in 2008. Al dat yield ik wat er Ja, dat dacht. Is sowieso. My god. Ras Al Khaimah is een van de 7 emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. En in 2019 wisten ze 2 wereldrecords te behalen, waardoor ze wereldwijde bekendheid kregen. De 2 teams, Marianne en Fireworks bij Grussi, werkten samen aan dit project en wisten een vuurwerkshow te creëren dat onvergetelijk was. Het eerste Guinness World Record kregen ze voor het langste vuurwerk in 1 rechte lijn van 13 kilometer. Ja, live bekeken door miljoenen mensen die hun ogen... Wow, een epische 1 of 12 seconden. Dat is weer. Voor het langste aaneengesloten vuurwerk dat bestond uit 1284 individuele vuurwerkstukken van maar liefst 300 kilogram. Wow. In totaal zou de vuurwerkshow 12 minuten hebben geduurd met 7 verschillende thema's en verschillende soorten muziekcomposities. Ja, dit is net 1 of 12 seconden. Hiermee hopen de leiders dat het hun reputatie omhoog heeft gebracht en dat ze dus een beetje aangemoedig om hun... Hey, ja. longest fireworks show. Dashua is een Chinese traditie en festival wat al meer dan 500 jaar zou bestaan. Dit vind ik eng. Dashua was vuurwerk voor arme mensen die niet de luxe hadden om het traditionele vuurwerk te kunnen kopen. Het werd honderden jaren geleden uitgevonden door een smid die vond dat de vonken van het gesmolten ijzer... Klinkt een beetje sketchy. Ja, een beetje... Bietje gevaarlijk. De rijke mensen konden normaal vuurwerk veroorloven, maar de arme mensen gooiden dus het gesmolten ijzer tegen muren aan om een vonkenregen te creëren. Dashua wordt voornamelijk in februari tijdens het Chinese nieuwjaar gedaan door mensen uit het kleine dorpje Nunquang, wat in het noordwesten ligt van Peking. Nummer 6. Laurent Nat is een Franse man die veel kennis heeft van pyrotechniek. Human firework. Toen kwam hij op het idee een wereldrecord te behalen wat nog niet gedaan was. Als kind was Laurent een grote fan van vuurwerk en het was niet meer dan normaal dat hij er in zijn latere jaren iets mee zou doen. Ik hoop het net, ik hoop het echt net. Hij werd geïnspireerd door de kleding die brandweerlieden droegen en kwam op het idee om een pyrotechnisch pak te creëren die brandveilig was. Terwijl hij op een motorfiets rijdt, laat hij allerlei vuurwerk afvuren. En uiteindelijk wist hij op 13 juni 2014 een wereld... Ik dacht hij niet kon. Ja, dat dacht ik. 24 stuks van vuurwerk wist af te vuren.
Zijn volgende doel is om een nieuw pak te creëren waardoor hij nog meer vuurwerk zou kunnen dragen. Wel ook vet. Is Laurent erg competitief, ja, maar dus hij hoopt het stiekem op gewoon... dat iemand anders op een dag zijn record probeert te verbreken. De Frontier was een hotel en casino gelegen in de Amerikaanse staat Nevada. In juli van 2007 werd er besloten dat het hotel gesloten moest worden omdat andere resorts in de buurt meer populariteit kregen en het dus niet meer winstgevend was. De bedoeling was om het gebouw te slopen en dat er een nieuw resort kwam te staan. Omdat het Frontier zo'n historische plek was, kwamen ze op het idee om meer dan 1600 kilogram aan vuurwerk in het gebouw en in de ramen te plaatsen als afscheid. Gewoon om het te slopen. Het zijn gewoon het hele gebouw slopen en uiteindelijk werd het hotel met een groot gelijk gemaakt. Een mooi einde van dat gebouw. Dat wel. Heb mooie jij wel eens over nagedacht hoe vuurwerk eruit zou zien in daglicht? Voor sommige mensen zou dit best een teleurstelling kunnen zijn in vergelijking met vuurwerk. Maar geloof het of niet, in sommige landen worden er verschillende vuurwerkevenementen gehouden. Wauw, dit is cool. Ja, dit is ik... Sommige vuurwerk ziet er kleurrijk uit, terwijl andere meer op een zwerm van kraaien lijken. Dat is wel scary. Het is wel heftig. Het YouTube-kanaal van de Slow Mo Guys laat zelfs zien hoe het vuurwerk eruit ziet als je het vertraagd afspeelt. Een soort van behoorlijk gaaf, ja, maar toch zou cool. ik het liefst vuurwerk willen kijken als het buiten donker is. Dan is het namelijk het mooist. Roquette Pol en Mos is een traditioneel evenement dat ieder jaar tijdens Pasen wordt gehouden in de stad Frontados op het Griekse eiland Kios. Daar ben ik mis. Echt? Het is onduidelijk hoe dit evenement is ontstaan, maar er wordt gedacht dat dit tussen het jaar... Wist ik bij dit evenement, West? Nee, helaas. Tijdens het Ottomaanse Rijk. Op het eiland zijn er twee kerken die beide op een heuvel staan op 400 meter afstand van elkaar. En de bedoeling is dat er twee partijen worden gemaakt die dan vuurwerk naar elkaar overgooien door middel van zelfgemaakte raketten. Op het verhaal vertelt dat dit tot 1889 gedaan werd met oorlog. Maar deze werd uiteindelijk verboden. Natuurlijk worden beide kerkgebouwen dichtgetimmerd en bedekt met metaalplaten en gaas, zodat iedereen... Wat eng! Er wordt gewoon vuurwerk op die as, shit. Ja. ...toren te raken. Degene die dit het meeste doet, heeft gewonnen. Het lijkt er echter op dat ze er ieder jaar niet over eens zijn wie er heeft gewonnen. Dit zorgt ervoor dat de traditie blijft bestaan en dat het onwetend persoon opnieuw gehouden kan worden. Dit is gewoon een wandeling. Nummer 2. En wie is gewoon... Vuurwerk. Tijdens Oud en Nieuw werd er een vuurwerkshow gehouden in Glasgow, een stad in Schotland. Zoals we in de videobeelden kunnen zien, staan er honderden mensen te kijken naar het vuurwerk en werden ze opeens erg verrast door het einde. Kijk maar, en let vooral even op de vrouw haar lach. Ik kon helaas niet meer informatie vinden over deze video, dus we moeten het hiermee doen. Wat denk jij? Echt of nep? Laat het me weten in de reacties. Zeker, hè? Ja. Nummer 1. In februari van het jaar 2020 werd het jaarlijkse wintercarnaval gevierd in het plaatsje Steamboat Springs, gelegen in de Amerikaanse staat Colorado. Dit keer hadden ze echter een grote verrassing. James, Eric, Ed en Tim uit de Verenigde Staten... Dit is echt een atoombom. Ziet er heftig uit. ...Shell de lucht in te schieten. Vertegenwoordigers van Guinness World Records waren natuurlijk aanwezig om het record goed te keuren. Het vuurwerk werd met een snelheid van 480 km per uur de lucht in geschoten en knalde op een hoogte van 671 meter uit elkaar. Hiermee verbraken ze het vorige record die op naam stond van de Verenigde Arabische Emiraten. Dus het is nu weer hun beurt om dit record opnieuw te verbreken. Het zal me in ieder geval niet verbazen als dit zou gebeuren. Ga jij vuurwerk kijken dit jaar? Laat het me weten in de reacties. Man, maar even zeggen. Wist je het wel wat het werd dit jaar? Ja, ik is sowieso oliebol niet. Vond je dit nou een leuke video? Lutten en Witte, jou even een like. En had je nog iets witte bij of met reageren? Lutten en Witte in de comments. Nou, guyscam, wat zou je stellen? Ontzettend! Hey, mooi hoor.